Veranderende technologieën zorgen voor heel wat nieuwe oorzaken van brand. In je woning heb je heel wat batterijen die opgeladen dienen te worden. Heb jij alleen stilgestaan bij wat momenteel allemaal aan het opladen is in jouw woning? Opladen doe je steeds onder een rookmelder. Nooit s'nachts en na het laden trekken we de stekker uit. Laten we even kijken wat je allemaal kan terugvinden. In de garage, bijvoorbeeld. Kan je misschien een elektrische fiets, een hooverboord of een elektrische step terugvinden. Plaats deze en ook alle andere oplaadbare toestellen niet in jouw vluchtweg. In je werkruimte is mogelijk een oplaadbare boormachine aanwezig. Maar niet alleen in onze garage. Ook in andere lokalen van onze woning, bijvoorbeeld de badkamer, staat misschien een elektrische tandenborstel of een scheerapparaat onbewaakt te laden. Ook vinden we in heel wat woningen een laptop, smartphone, een powerbank of misschien zelfs een elektrische sigaret. Probeer zoveel mogelijk deze stoelcellen niet te laden in je slaapkamer. Bij het laden komt zeer veel warmte vrij en als deze oplaat op een brandbare ondergrond, kunnen deze snel oververhitten en brand veroorzaken. We geven je alvast enkele tips mee. Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg deze goed op. Laat de batterij enkel overdag op, in de buurt van onze rookmelder. Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd werd. En laat de stekker, haal deze uit het stopcontact als de batterij vol is. Leg het apparaat tijdens het opladen neer op een stabiele, onbrandbare plek. Leg een batterij niet in het volle zonlicht. En laat de batterij minstens eens om de drie maanden op. Heeft de batterij onderhoud nodig? Ga niet zelf aan de slag, maar laat dit altijd over aan een deskundige. Is je apparaat beschadigd geraakt, is dus het gevallen of vervormd? Leg het buiten neer en lever het zo snel mogelijk in. Ten slotte, is jouw batterij op het einde van haar leven? Recycleer het dan via een van de vele B-bat inzamelpunten. Indien je de batterij niet uit het toestel kan halen, dan kan je dit inleveren via een recupelpunt. Heb je nog vragen over brandveiligheid? Kijk even op de website van jouw hulpverleningszone of leenbrandveilig.be.